Ik heb gekregen voor eerste competitiedag. Wat doe je? De bal gaat 1,5 meter over het net. Over die servicelijn. En je gaat geen fouten maken. Niet proberen te scoren, niet doen. Greffels nog zacht. Gewoon die bal over het net. Rennen, 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 rennen. En blijven grinden. Zes jaar. Mijn tip van de week gaat over het nemen van tijd tussen de punten en games door. Zoals je al weet is tennis echt een sport van concentratie. En tijdens de wedstrijd kan er van alles gebeuren wat jou uit je concentratie haalt. Daarom zeg ik, neem de tijd en gebruik de tijd goed die je hebt tussen de punten en de games door. Voor de ene geldt, heel erg concentreren, je afsluiten, handdoek over je hoofd en alleen maar bezig zijn met je eigen spel. Terwijl misschien voor een ander geldt, dat hij wat meer ontspanning zoekt. Dat hij om zich heen kijkt, dat hij op zijn ademhaling gaat letten. Dat hij misschien een keer een gil geeft om tot ontlading te komen. En voor weer een ander zou kunnen gelden dat hij meer contact met de kant maakt. Een laatste aanmoediging, een laatste coachmomentje van je maatjes uit je team. Wat het voor jou ook betekent, kom erachter wat het beste werkt tijdens de tijd die je hebt en gebruik die goed. Heel veel succes dit weekend en we zien elkaar rond en op de tennisbaan.